Cambuur is gisteravond thuis tegen titelkandidaat de Graafschap op een 1-1 gelijkspel blijven steken. Hoewel de Leeuwarders de hele wedstrijd het beste van het spel hadden, wisten zij de vele mogelijkheden niet in voldoende doelpunten om te zetten. Enkel de veelzijdige aanvaller Hoefdraad wist voor Cambuur een treffer op het scorebord te krijgen. Vanwege een late gelijkmaker van Pasicek gingen de Doetinchemmers alsnog met een punt huiswaarts en werd Cambuur niet beloond voor het goede veldspel. Volgens trainer Rob Maas is dit niet de eerste maal dit seizoen dat Cambuur onterecht tegen puntenverlies aanloopt. Ik denk dat ik hetzelfde bandje af kan draaien als 2 weken geleden. Even jong PSV. Alleen was het deze wedstrijd nog beter, vond ik. Zeker de eerste helft, waarin we heer en meester waren. Het veldspel zeer goed was. Tegenstander onder druk hadden en hielden. Ja, en het enige wat ik ze misschien dan kan verwijten dan is dat we geen marge hebben gecreëerd van 2 à 3 doelpunten. Dat is er dan maar 1. In de rust gezegd, oké, die marge is er nog maar 1, maar blijf zo doorgaan. Omdat we daarna eigenlijk eventjes zonder dat we kansen weggaven in het opportunistische spel van de tegenstander meegingen. En wat we ook gezegd hebben, ja, let op. Wij zijn af en toe onze eigen vijand daarin, bij standaard situaties ingooien enzovoort. Dat is dan doodzonde, dat je uit zo'n moment een goal tegenkrijgt. Vervolgens pakken die jongens de bal en gaan naar de middenlijn en gaan gewoon spelen om weer een doelpunt te maken. En dat is waar ik van hou. Er zit uiteindelijk vertrouwen in die ploeg. Het publiek gaat er fantastisch achter staan. Complimenten aan die mensen. Die zien ook, denk ik wel, dat deze jongens alles geven. 90 minuten lang voor een overwinning. En zelfs, we hebben daarna nog voldoende kansen gehad om uiteindelijk die wedstrijd winnend af te sluiten. Teleurgesteld weer zeker qua resultaat. Maar qua spel, het spijt me. Ik kan niet anders zijn dan over grote delen tevreden zijn. Ondanks het gelijke spel. Het spel stemt trainer Maas dus tevreden. Het resultaat zorgt echter voor teleurstelling bij de Leeuwarders. Zo ook bij middenvelder Jamiro Monteiro, die gezien het overwicht tijdens de wedstrijd de 3 punten graag in eigen huis had gehouden. Het is gewoon doodzonde dat we het eigenlijk weggeven. Ik denk de eerste helft dat we voetballend heel goed bezig waren. De tweede helft was het misschien wat minder, maar we heel veel kansen hebben gehad en op zacht niet hebben beloond. Dat is doodzonde eigenlijk. Kun je zingen er ook achter leggen waarom jullie zo kansen nodig hebben om doelpunten te maken? Dat we geen geluk gewoon hebben. Ik weet niet waardoor het zou aan wat het ligt, zeg maar. Het is gewoon, het geluk hebben we niet eigenlijk. Af en toe lijkt het ook wel alsof de keeper van de tegenstander tegen jullie altijd zijn beste wedstrijd speelt. Heb je dat gevoel ook niet? Ja, die gevoel heb ik niet. Ik denk dat elke keeper gewoon zijn best doet. Tegen elke tegenstander gewoon zijn best doet. Ik denk niet dat het best is omdat we tegen Cambuur spelen dat we beter gaan spelen. Ik denk gewoon dat elke keeper gewoon 100% geeft. Dan even over jezelf. Vorige week werd je na 45 minuten gewisseld, kwam Hoefdraad in jouw plaats. Vandaag mocht je gewoon weer beginnen. Ben je tevreden over je eigen spel? Het kan altijd beter. Ik denk dat ik goede dingen heb gedaan, maar ik heb ook gewoon foute dingen gedaan. Maar dat neem je gewoon mee naar volgende week en... gewoon elke wedstrijd gewoon 100% geven. Ik heb wel het gevoel dat jij en bijvoorbeeld Jesse elkaar ook steeds beter weten te vinden. En dat dat ook wel een sleutel kan zijn voor Cambuur om heel veel gevaar te creëren. Ja, ik denk Jesse kan ik altijd goed vinden. Vooral vandaag lukte dat heel goed. Ik heb hem een paar steekpaas gegeven dat hij voor de goal kwam. Alleen jammer dat we ons zeg maar, niet belonen met de doelpunt. Dat is heel jammer eigenlijk. Komende vrijdag krijgt Cambuur de kans om de wrange smaak van gisteravond weg te spoelen. Dan dienen de Leeuwarders naar Brabant af te reizen voor het duel tegen Helmond Sport. De Roodhemden zijn het seizoen slecht begonnen met slechts 1 punt uit 4 wedstrijden. Aan Cambuur de taak om tijdens deze wedstrijd de kansen wel in doelpunten om te zetten. De aftrap is vrijdagavond om 8:00.